Universiteit van Nederland. Gapen. Vermoeiend hoor. Ja, jij gaapt ook al, hè? Door een gaap te horen alleen al. Waarom is dat zo aanstekelijk? En waarom gapen mensen? Ontspanning. Ja, om mijn negatieve energie uit zichzelf uit te halen. Omdat ze te moe zijn ergens voor? Nee, volgens bioloog Jorg Massen van de Universiteit Utrecht gapen we om een hele andere reden. We gapen niet omdat we moe zijn. Dat is, je ziet vaak dat we in de avond gapen, maar dat heeft meer mee te maken met hoe de rest van ons lichaam in de avond is. En niet zozeer met, het is geen directe verbinding met het moe zijn. Jorg is gefascineerd door gapen. Hij doet er al jaren onderzoek naar. En het grappige is dat zijn onderzoek begon bij dieren. Maar ja, mensen zijn eigenlijk ook gewoon dieren natuurlijk. We gaan met Jorg naar dierentuin Avifauna, waar vogels ook gapen, maar nu vooral heel hard fluiten. Het gapen van mensen is niks unieks. Eigenlijk zien we dat alle gewervelde dieren, dus alle dieren met een ruggengraat, dus daar vallen de vissen onder, de amfibieën, de reptielen, de vogels en de zoogdieren. Dat zien we eigenlijk bij al die verschillende dieren, zien we dat er gegaapt wordt. Nou, we kennen het wel van honden bijvoorbeeld, van onze huisdieren, daar kennen we de gaap wel van en ook van een kat. Maar ja, zoals ik al zei, het is echt niks unieks. Deze vogels doen het net zo hard. Het is een oeroud systeem, maar nu weten we nog steeds niet waarom we gapen. Op straat horen we nog wat suggesties. Dat als je als je verveelt. Zo, ja, omdat ze moe zijn. Zuurstoftekort? Nee, dat is allemaal niet waar. We gapen om onze hersenen te koelen. Dat is in ieder geval waar nu de meeste bewijs voor is. En je moet daarbij denken dat in onze hersenen er gebeurt van alles. In onze hersenen, ja, dan verwerken wij informatie. En dat gebeurt dan van neuronen. En die neuronen die vuren, dat gebeurt met elektrische schokken. Je kan je hersenen zien als een soort computer. En iedere keer dat ze iets moeten verwerken, sturen de hersencellen kleine elektrische stroompjes. Dus daar komt ook warmte bij vrij. Maar ja, onze hersenen werken het best op een bepaalde temperatuur. De optimale temperatuur voor die hersenen. Om precies te zijn, 38,5 graad. Ja, en als dat dus hoger wordt, dan werken die hersenen minder goed. En dan hebben we een mechanisme om die temperatuur weer iets naar beneden te brengen. En dat doen we middels gapen deels. Dus als er bijvoorbeeld een bepaalde dreiging heerst, dan willen we dat onze hersentemperatuur optimaal is, zodat we snel kunnen handelen als daar ook echt iets gaat gebeuren. Stel je voor, je loopt over de savanne, niets vermoedend, en dan spot je heel in de verte een leeuw. Alarm! Je moet alert zijn. En dus gapen. Best een realistische situatie als je een gnoe in Afrika bent. Maar ook buiten de savanne kom je in situaties waarin gapen het verschil kan maken. Ik zelf merk het vaak als ik in het autorijden ben, dat ik dan meer gaap dan normaal. Nou ja, dat is natuurlijk ook best wel een gevaarlijke bezigheid, autorijden. Op dat soort momenten zie je dat dan toch wel terug, dat we dan proberen die hersenen er goed bij te houden. Wow, dat is best een slim mechanisme. Maar hoe worden je hersenen dan precies gekoeld door gapen? Je hersenen worden in principe gekoeld door je bloed. Dus het bloed heeft een lagere temperatuur dan je hersenen. Als je hersenen oververhit zijn, nou dan gaat die energie van die hersenen gaat naar dat bloed en dat wordt dan afgevoerd weer terug je lichaam in. Maar door te gapen versterk je dat effect. Want wat je doet als je gaapt, ja, in plaats van normaal inademen, trek je je mond heel ver open en je ventileert je hele mondholte en je neusholte ook. En achter je mondholte en je neusholte, daar lopen de aderen die naar je hersenen gaan. Dus op het moment dat jij dan koelere lucht inademt, dan kan dat warme bloed, kan die energie kwijt aan die lucht. Dus dan wordt dat bloed kouder en dan komt er kouder bloed bij de hersenen. En dat neemt dan weer meer energie van die hersenen weg. En doordat je ook nog eens allerlei spieren aanspant tijdens dat, nou ja, toch best wel gekke gedrag eigenlijk, dat gapen, creëer je minder ruimte voor die aderen, waardoor je druk uitoefent op die aderen en dat bloed natuurlijk sneller stroomt daardoor. Het werkt niet bij iedere temperatuur. In een hele koude omgeving zouden je hersenen dan te ver afkoelen. En is het 40 graden, dan zouden je hersenen alleen maar verder opwarmen. We zien eigenlijk zo'n optimale temperatuur voor gapen is ongeveer rond de 25 graden. Toch nog even terugkomen op die vermoeidheid. Want 's avonds gapen mensen veel meer dan overdag. Hoe kan dat dan? De hele lichaamstemperatuur neemt gedurende de dag richting de avond toe.
Dan als we dan naar onze favoriete serie zitten te kijken, dan willen we toch onze aandacht erbij houden. En dan moeten we af en toe wel eens een beetje gapen om die hersentemperatuur weer omlaag te brengen. Ja, precies. Ja, nee, ik ben even mijn aandacht erbij aan het houden en niet ongeïnteresseerd. Het valt niet mee om niet te gapen als je er zoveel over hoort. Nou, ik moet er zelf net van gapen als mensen gapen. Ja, dan ga je ook zelf gapen. Automatisch inderdaad, ja, absoluut. Ook gapen. Ja, dat is heel erg onbewust. Ik weet niet ook hoe dat zit, maar ja, ik gaap dan ook. Gapen is inderdaad heel aanstekelijk. Sterker nog, ja, als we iemand zien gapen, maar ook als we iemand horen gapen alleen, hoeven we niet eens te zien. Of zelfs als we lezen over gapen, dan kan het zijn dat je zelf ook begint te gapen. Dus het is heel aanstekelijk inderdaad. Gapende mensen kun je onderzoeken door ze andere gapen te laten zien. Het is heel erg aanstekelijk. Dus wat we dan doen is, we maken gebruik van soms wel van acteurs, maar ook gewoon van bestaand videomateriaal van mensen die gapen. En laten dat dan aan andere mensen zien en kijken of zij daarop reageren door ook te gapen. Ja, ongeveer een 30-40% van de keren dat wij iemand anders zien gapen, reageren we zelf ook met een gaap. Ook in de dierentuin ging Jorg op pad met beelden van, in dit geval, gapende dieren. Wat we dan doen is, we laten dan vogels video's zien van andere vogels die gapen. En dan kijken we of zij daarop reageren door te gapen. En dat vergelijken we dan met video's laten zien van niet-gapende soortgenoten. Om te kijken of ze niet spontaan überhaupt gapen. Ik heb dus inderdaad bij vogels gekeken. Ik heb bij chimpansees gekeken en bij orang-outangs gekeken. En bij die laatste twee vonden we het inderdaad dat het aanstekelijk was. Ook grasparkieten laten elkaar gapen. Gorilla's gapen dan weer niet aanstekelijk. Maar mensen zeker wel. Jorg legt uit waarom we dat doen. Ja, wij wetenschappers denken op dit moment daarover dat het zo is. Omdat je, als jij iemand ziet die een bepaalde dreiging ervaart en daarom wellicht begint te gapen, dan is het misschien een goed idee om zelf ook even je hersenen op de juiste temperatuur te brengen, zodat jij ook oplettend bent voor die potentiële dreiging, door zelf ook te gapen. Dus ja, dan neem je die gaap in principe van die ander over. En ja, dat is over heel veel miljoenen jaren zo geëvolueerd. En je kunt je voorstellen, in het heel lang geleden, als een dier bijvoorbeeld ergens zag dat er een predator in de buurt was. Nou ja, die wilde dan heel oplettend blijven om er maar voor te zorgen dat die predator hem niet te pakken kreeg. Als iemand anders dat dan ook zag en dan ook reageerde met ook te gapen, dan had hij een grotere overlevingskans dan iemand die dat niet deed. Dit gedrag zien we nog steeds vandaag de dag. Bijvoorbeeld in een wetenschappelijke test. En er is recentelijk wel onderzoek naar gedaan... waarbij mensen een slang tussen 8 kikkers moesten zoeken en dat vergeleken werd met een kikker tussen 8 slangen te zoeken. En nu weten we al, dat is al heel lang bekend, dat mensen veel sneller die ene slang tussen die 8 kikkers vinden dan die kikker tussen de 8 slangen. En dat laat dus al zien dat wij heel erg daarmee bezig zijn met slangen te vinden, om die te vermijden natuurlijk. Maar als mensen net een gaap hebben gezien, dan zijn ze nog sneller dan in een normale situatie. Dus het laat ook echt zien dat we dan meer onze aandacht erbij hebben. En dus oplettender zijn voor roofdieren. Beter een keer te veel gapen dan niet alert genoeg zijn als er een leeuw in de buurt is. Dat geldt voor mensen, grasparkieten, chimpansees en ga zo maar door. Nou, en dan kunnen we dus zien dat andere dieren ook gapen. En dat het dus eigenlijk wel een oeroud systeem is. Wat toch best wel een handig systeempje is om onze hersenen te koelen of de hersenen van andere dieren te koelen. Dankjewel Jorg voor jouw verhaal. En hey, zit jij nou te gapen tijdens deze aflevering? Geef niks, wij zien het als een compliment. Tot de volgende en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, dan mis je nooit een aflevering.